zijn we aan het doen? Op vakantie. En waarom rij jij? Omdat jij Formule 1 wil kijken. Omdat ik Formule 1 zit te kijken in de auto. We kijken achter ons. En kijk achter ons. 1, uit. 2, uit. En 3. Uit. Nou. Het allermooiste plaatje hebben jullie gemist. Want ze dacht net melk over de zus heen te gieten. Met dat handje daar zo. Er zat een flesje in. En dat ging over die heen daar zo. Heeft ze nog steeds melk op de kin? Want dat vond ik het grappigst. Dat ze gewoon zo lang. Ja, ze heeft nog wel een beetje melk op de kin. Waar zijn we? Kijk. Waar zijn we op de camping? Op de camping, heel goed. Als het goed is, is dit leuke ding ons huisje. Maar we weten het niet zeker, want er staat geen nummer op. Het is puur op de plattegrond. Gaan we kijken, Loepie, of het ons huisje is? Ja. Ik ga het doen, ik ga doen. Hé. Rustig. Dit uit ons huis? Ik weet niet. Zag iets niet dat die sleutelzak stuk is? Wacht, ho. Ja, dat mag niet waar doen. Kom maar. Is het ons huis? Ho. Yes, het is ons huis. Kijk. Hey. Kijken. Dit is waar de sandalen. Go. Wij wonen hier. Een reactie. Wij wonen hier. Dit is echt heel leuk. Oh, het is ook oud. Wonen jij en Bella daar? Zo, een eigen kamer, kijk. Oh, die is denk ik voor papa en Daphne. Nee, deze is voor mij. Oh. Ik wil alleen wonen. Wil je alleen wonen? Wil je niet met Valentina wonen? Ja. Ja, toch? Ik denk dat Luca alleen gaat wonen en jij met Valentina. Nee, kijk. Nee, ik wil hier wonen. Hier heb je twee examens, Bella. Ik denk dat Valentina hier gaat wonen. Ja, hier gaat Valentina wonen. Want die is ook lekker breed. Ja, dan kan ze er niet uitvallen. Hé, maar jongens, kijk hoe leuk. Wil je lopen, lieverd? Ja. Ga maar lopen. Wow, onze eigen... Oh, kijk naar de koelkast. Kijk. Zit er een smeg in? Nee, kijk. Oh, wow. Dat zag ik op alle plaatjes namelijk. Oh, die is ook leuk. Die is op. Hij is op, ja. Ik ben hier bijna bij. Oh, maar leuk zeg. Ze maakt gewoon een heel keukentje in. Hier, ik ga hier slapen. Waar, schat? Jullie twee gaan hier slapen. Ga jij daar? Ja. Goed zo. Mooi, hè? Wow, er komt de olifant aangerend. Kijk! Ga jij daar? Kijk! Ja. Kijk op de oh, wat is dat, Luca? Dat is leuk. Dit zijn hangertjes. Ja. En jullie gaan daar wonen, kijk. Waar gaan wij wonen? Laat zien. Samen. Oh, wat is dit cute, zeg. Het is echt leuk. En wij hebben een suite met een ensuite badkamer. Meen je dit? Ja, en het bed is echt nog best comfortabel. Ga zitten. Echt? Het valt echt niet tegen. Oh, kijk! Oh? Ja, echt. Wow. Dat is nog wel prima. Hier hebben we een deur gelijk naar de wc. Ja. Weet je dat ik eigenlijk stiekem dacht dat toen we binnenkwamen dat zeg maar dat net iets bredere bed dan één persoon dat het was? Oh, kijk, jullie kunnen gelijk naar de wc. Ah, nou, dat is ideaal. Oh, en jullie. Oh, nou wat leuk. Dit is echt het leukste huis dat ik ooit ben. Ja, is het leukste huis? Kijk, je kan het dicht doen en open. Is ineens verdwenen.
is meestal met een deur. Zal papa dan maar gaan uitladen? Oh, en jullie ook? Oh, schuit 11 moet ook. Even kijk je uit voor je vingers? Ja. Hoppa. Oh, wat schattig. Kijk nou. Luca, kom eens. Ah, jongens, dit is toch helemaal leuk? Ik geloof dat we ons hier wel gaan vermaken. Ze hebben het pauw voor wonen. Moet ik in deze of wil jij in deze? Mag ik in die? Ja, Luca heeft die al net gekozen. Ja. Oké, dan mag jij deze. Waar wil jij, Nina? Ga jij in deze kamer? Kom eens. Kom eens kijken, Nina. Deze stenen zijn niet... Wil jij in deze kamer? Ik en Luca zijn bang van... Kom eens kijken. Het is perfect. Nina, wil jij hier slapen? Ben jij op dit bed? Dat is zo cool. Is dat zo cool? Ja, een kastje. Een kastje. Mag ik niet hier wonen? Dat zijn net Valentina gaat. Dat was lief. Nou, Valentina moet voor het eerst in haar leven in een echt bed. Zullen we gewoon doen dat die met paaltjes ernaast kan? Waarom kunnen we dit beetje niet brengen? Hier zetten? Want hier zit een stopcontact. Nou, doe maar. Doe maar even verbouwen. Net kijk. Is dit Nina de bed? Gaat Nina, ja. Nina hier slapen? Ja. Oh, kijk, Luca is al aan het uitladen. Blijven, maar dat kun je toch niet zeggen tegen zo'n kind. Zie je wat ze doet? Ze heeft een paar tonnen binnen te tillen. En weet je hoe papa dit weekend... Oh nee, sorry, het is een week. Hoe hij dit gaat overleven. Eerst een voorraadpakket meegenomen. Zo gaan we er gewoon doorheen. Met z'n drieën de camping verkennen. Ik vind het wel een beetje spannend om dit toe te laten, maar ik mocht dit vroeger ook. Dus... En Bella is al 9, dus... Kijk, ze gaan. Is toch schattig. En ze hebben de kaart mee van de camping. Kijk, Billy begint in het midden waggelen. Het is leuk, hè? Ik ben eraan. Je moet eerst cola halen dan. Nee, ik denk dat ik het gewoon nu aan kan. Gewoon puur te shotten. Het maakt niet uit. Is dit je eerste keer in je volwassen leven op een camping? Ik denk in mijn hele leven. Is dat gewoon een optie? Oh, we worden nu al geroepen. Wat dan? Oh, kijk nou. Kijk daar nou terugkomen. Kijk die armen. Billy Big is nu al in opstand. Kijk nou. Het is me er een hoor. En ze lijkt op jou, ze heeft een probleem met autoriteit. Hoi Valentina. Nina wil niet. Nina wil niet? Nou, dan ga je lekker naar Daffy toe. Nina wil met Daffy in het huis. Oké, is goed. Can I get a high five? Ja, met Daffy in het huis. Let's go. Let's go. Go. Let's go. Hier slapen? Ja, jij gaat daar slapen. Zullen we de kleertjes even uitpakken? Ja. Alles even opruimen? Ja. Ons huisje is dus daar in dit straatje, de derde. Dus je loopt een paar meter. En dan kom je hier. En dan is gewoon de zee hier al. Het is echt geweldig. Ik vind het helemaal leuk. Kijk, zee! Ja! Oké, jongens, de opdracht was, ga maar even zitten, ga maar even chillen. Kijk nou hoe ze erbij zit.
En net lag ze met haar hoofd achterover met de ogen dicht. Het is me er een hoor. En Luca, die heb geen rust in zijn kont. Goed zo! Nou, daar is de rest. Gedaan met de rust. Ik ben lekker, het is ochtends vroeg, de eerste ochtend. Hoe hebben jullie geslapen in de caravan? Ja, goed. En we zijn nu op het strand, want we zijn net wakker. En we zijn aan het gymmen. Biggetje? Ja. En wat zit je te doen? Eitje. Eitje bakken? Eitje bakken. Lekker hoor. Gaat het goed, chef? Ja. Gaat Nina lekker eitje eten? Ja. Goed zo. En jou? Ja, misschien. Ja? Ja. Zeg maar doei doei. Doei. Even zwaaien? Ja. Doei doei. Ook belangrijk, even insmeren. Zij staat ook al in aanval. Wat heb je in je handen, Nina? Wat ga je daarmee doen? Wat? Ga je Daphne insmeren? Lekker hoor. Nu nog even in de water gaan, maar ik heb een. Ja. Lekker 1 minuut geleden ingesmeerd en meteen het water in. Dan werkt dat vast goed. Maar ja. Oh, dit ziet eruit alsof het liefdevol gaat. En, kan papa dat lekker? Ja. Liefdevol vooral, hè? Ja. Ja, warm. Veel plezier, zeemeerminnetje. Moet je je bodyboard niet mee? Je ziet wel echt alsof die zomerschool nog gezeten hoor, voor te surfen. Het staat heel erg zeeënwaarts, ja. Goed zo wel. Ik vergeet dit steeds te filmen, maar kijk, dit is hoe we erbij zitten. Let op. Zo, een heel tentenkamp. Mark is van chef-kok veranderd in bartender. Die heeft mij ook net lekker dit rosetje gemaakt. Kinderen zijn aan het spelen.
De mannen zijn aan het tennissen. We hebben net allemaal gezwommen. Het is toch gezellig. En straks gaan we weer eten. Dus zo gaat het de hele dag. Dit is 100% Isabella, de hele tijd in de zee. Onze kleine zeemeermin. Vandaag hebben Rikjan en ik bami gekookt. Hè, schat? Ja, in de paella bak. Wil je nog iets meer bami? Aangezien ik hier nog een pan heb? Of, Nou, we gaan gewoon even. Want ze zijn voor de kinderen pasta aan het maken. Okay. Ja, de deur is voor de volwassenen. Dit ziet er ook wel lekker uit. Dit ziet er goed uit. Dus, op de camping. Veel kwartier. Soms zit ik te vloggen, soms lig ik te vloggen. Ik zit in ieder geval lekker met mijn hand voor de camera. Oh my god. Oh, je oké? Ja, een klein beetje gechoked. Ik heb vandaag, toen ik in de keuken stond, eigenlijk helemaal vergeten om te vloggen. Ik heb vanmiddag wel even laten zien dat we bami hadden gemaakt. Maar wat op zich nog wel even grappig was geweest, als ik dat had gefilmd, was de uren daarvoor dat Erik en ik hier in dit kleine kutkeukentje hebben staan ploeteren om de bami klaar te maken. Want we hebben dus de kip en alle groenten moeten snijden met dit soort messen. Dat was drama. We moesten voor. We zijn met 8 volwassenen en veel kinderen. We hadden twee van dit soort pannetjes. En 2 kleine, één slag groter dan dit soort pannen. Dus, ideaal is anders, zullen we zeggen. Maar het was eigenlijk heel goed gelukt. Daarna zijn we naar het strand geweest. Daar heb ik wel, geloof ik, een paar dingetjes gefilmd. En nu zijn we in het huisje. Erik Jan is lekker patatjes aan het halen. Ik ben eventjes aan het afwassen. Kindjes zijn een filmpje aan het kijken. En ik zonder me vanavond eventjes af. Ik ga niet bij de groep gezellig zitten doen. Oh, ze zijn niet iPad aan het kijken. Ze zijn spelletjes aan het doen. Ik word gecorrigeerd. Hoor je dat? Spelletjes. Maar ik zonder me vanavond even af van de groep. Want ik vind het super gezellig dat we met z'n allen op vakantie zijn. Maar ik kan er niet zo goed tegen om de hele dag mensen om me heen te hebben. En dat weet ik inmiddels van mezelf. En ik weet ook dat ik er een stuk gezelliger van word als ik af en toe even een momentje voor mezelf pak. Dus dat ga ik vanavond doen. Ik heb nog wat werk wat ik af moet maken. Dus dat ga ik doen. Het is inmiddels ook al bijna 10 uur, hoor. Dus zo gek is het niet dat ik niet meer wegga. Wat wil je zeggen, Loepie? Geen filmpjes, spelletjes. Ja, spelletjes. We hebben een foutje gedaan. Ja. Dus lekker patatjes eten zo. Ja. En morgen weer een nieuwe dag. Lekker, jam, jam. Kunnen jullie me alsjeblieft vertellen hoe dit moet? Hey Bel, als ik later oud ben, hè, en ik stop met vlogging. Wat bedoel je? Als ik stop met vloggen. Ja. Ga jij het dan doen? Nee. Wat dan? Ik vind een vloggen boring. Maar je wilt niet afnemen als ik ga stoppen? Nee. Want ik vind het boring. Want je hoeft praten. Ze vindt het boring. Ja.
ik wil een fotoshoot. Auw! Auw! Oh, ik hoop dat jullie dat gezien hebben. Kijken. Oh, nee, het valt mee. Het is geen. Doe het trucje nog eens. Mondje? Nee. Ja? En nu op je hoofd? Oh nee, het is ook al water. Oh nee. Er zat nog water in. High five. Nog een keer met water? Ja. Ja. Oké. Okay. Oh nee. Wacht. Luca ook. Oh nee, het wordt crazy hier. Ja. Mondje? Staat er eens de kleren al uit te trekken. Ja. En nu? Op het hoofd? Oh, yeah. kijk de rillen. En nou kijk of die op je hoofd kan staan. Is koud. Oh nee! En nu gaan we afdrogen. En naar? Nog een keer. Ja. En naar? Niet. We gaan? Slapen niet. Slapen niet. Nog een keer dan? Ja. Nog één keer dan? Ik ook. Nog één keer en dan gaan we? Slapen. Goed zo. Ah. Wel, ben je al geweest? Nee. En voor mij mag het. Nee. Nog een keer. Lopen naartoe. Weer het in de gezicht. Ik zit ook hier. Maar Luca, wie gaat nu de... Nee, niet met die koude fles. Nee, niet met die koude fles. Nee! Koud flesje niet even. Oh, koud. Ja, ik kan hier weer teruggooien, maar dat is alleen maar nat. Koud. Oh, Erik-Jan. Ja, maar dit is het ergste. Luca. Ja. Luca, kijk nou wat je gedaan hebt. Je hebt niet echt goed gemikt. Want het zit overal behalve op mij. Nou, kijk eens op je been. Oh. Ja, toch wel een beetje. Ja, Borga, what are we eating today? Today the menu is Fideuwa, make it for me. made by you. Make by me. Ja, heel goed. Para él solo. Se lo va a comer él solo. With my right hand, that is my company in all this. Oh, sorry. We are the champions. Yay! We always win. Wij hebben? Bami. Team No Fish. Speciaal voor jullie voor de vlog. Want Spanjaarden spreken nooit Engels, hoor. Kijk. Te gustará? I have the power, Luca. Kondig je dat altijd aan? Meestal wel. Ja. Wordt gewaardeerd. Ik wil aankomen. Maar waar is de plop nou? Ik zit helemaal te filmen voor de plop. Maar dan doen we dat voor de plop. Dat is zonde, want dat zit er echt uit. Heerlijke kava. Als je dit laat ploppen, is gewoon... Lekker. Ja. Oh, kijk. De baby wordt ook verzorgd. Que bien, chicas. Baby Younes even in een stoeltje gezet. Mijn idee. Jouw idee. Mijn. Hij is gek op Bella, hè wel? Kijk hem chillen. De babybaas.
the boss baby in the charge. The boss baby in charge. Nou, de she-devil wilde nog niet slapen. En terwijl ik hier een culinair hoogstandje voor de staat te bereiden, omdat ze per se nog wat wilde eten, is dit de situatie. Nou, dat is net een bizarre tantrum opgeschopt. Ja, hoezo? Ik ben moe. Ik ben 2,5 en ik wil alles doen wat mijn grote broer en zus doen. Ik wil niet slapen. En nu een game over. Ons biggetje eet een biggetje. Lekker samen op het strand. Zou op het strand? Ja. Wat zijn we aan het doen op het strand? Biggetjes eten. En apies. En apies. En wie eet de biggetjes? Ike. En wie eet de apies? Dabbele. Ja, lekker. Gabi, wat zijn we aan het doen vandaag? Oh, wat zijn we aan het doen? Nou, we zijn aan het vieren. Dat is Jan en ik. Oh nee, dat is niet Jan. Dat is de mijne, dat is de mijne. Upgrade. Mag je al af, het maskertje? Dat Jan en ik 10 jaar bij elkaar zijn. Yes, ik ook. En een beetje meer. Dus gewoon beginnen. Ze durven het niet hardop te zeggen, maar ze gaan dus trouwen. Vandaar deze. Het is al 3-4 blocks geleden. Van camping en bikinis en bedden waar je met je benen voor de helft in ligt. Naar dit. Strak in pak. Gaat het? Ja, dit is de leven. We hebben gisteren niet meer gefilmd, maar we zijn gisteravond vertrokken van de camping. 11:15. Waarom 1:30? 2:15. Niet overdrijven. 2:15. Hij heeft tegen iedereen, alle mannen, gezegd dat hij er maar 3 uur over gereden heeft. Maar 2:30 waren we thuis. Ik heb er maar 3 uur over gereden. We hebben ook getankt. En dat duurde heel lang met hem moest plassen. 2:30 waren we thuis. En nu zijn we op de... Je moet de bruid filmen. ...van Jan en Gabi. Kijk, daar zit ze. Prachtig, hè? Ze zijn al 10 jaar samen en dat vieren we vandaag. En ook... Nou ja, ze gaan ook trouwen. Dat is...
weer een dagje bij opa en oma. En alleen deze dwaas is nog over. Deze die hard. Doe maar! Ze zit helemaal onder. De billen zijn helemaal rood, maar ze geeft er niks om. Ze vindt het geweldig. Beste restaurant van de Vega Baja, schat. Open oma. Ik ben aan mijn dieet begonnen, kijk maar. Wat wil jij? Wil je me naar huis brengen in het... Ja, ik doe het. Volle kaart. Ja? Oeh, dat ga ik zeker doen. Oeh. Kun je goed reizen? Hij reizen. Papa's huis, hè? Ja. Zeg je dan, dankjewel, opa.